patiënten zijn onze klanten, dus we moeten ons eigenlijk richten op wat zij belangrijk vinden. Vandaag spreek ik professor Dr. Franks over waardegedreven zorg. Wat is waardegedreven zorg precies en hoe geven we hier binnen het SOFIA vorm aan? Waardegedreven zorg, dat is een zorginnovatiestrategie. Eigenlijk gaat dat over... Het is een vernieuwingsstrategie waarbij we ons weer gaan richten op wat de patiënt belangrijk vindt. En dat verschilt per patiënt. En patiënten vinden ook vaak iets anders belangrijk dan de dokter. En dus we gaan ons niet alleen meer richten op de biomedische uitkomsten, op de ziekte, hebben we die verholpen of niet. Maar we gaan ons meer richten op wat voor de patiënt belangrijk is. En dat zijn vaak dingen die heel erg te maken hebben met kwaliteit van leven, sociale participatie, mogelijkheden na de behandeling. Kan ik werken? Kan ik een relatie hebben? Kan ik sporten? Kan ik vrienden hebben? En dat is een ziekenhuisbrede beweging en daar help ik ook aan mee in een stuurgroep die we daarvoor hebben in het Erasmus MC. Wat zou voor u het ideale scenario zijn van goede zorg binnen uw vakgebied? Nou, ik denk dat als die patiënt het gevoel heeft dat er echt een multidisciplinair team om haar heen staat en haar familie wat doet wat zij nodig heeft en belangrijk vindt, hè, zodat er uiteindelijk niks ontbreekt. Dat is integraal. Er ontbreekt eigenlijk niks wat die patiënt nodig heeft. Ik denk dat als dat dan ook nog een beetje betaalbaar is, dan zou dat helemaal mooi zijn. Hè. Want ja. Daar moeten we nogmaals, hè, daar moeten wij wel op letten, want de besluiten die wij nemen in de zorg, in de spreekkamer of in de kliniek, ja, die bepalen natuurlijk in sterke mate over de kosten van die zorg. En wat zou je jonge dokters of medisch studenten die nog in de schoolbank zitten mee willen geven omtrent waardegedreven zorg? Nou, heel simpel. Het gaat om de patiënt in de zorg. Hè. Eigenlijk is dat het uitdaging. Het gaat in de eerste plaats gaat het om de patiënt en wat die nodig heeft. En dat verschilt per patiënt, dat verandert met de tijd. Vraag dat altijd goed en richt je daar op. Dan ben je passende zorg aan het doorgeven.